Elke dag krijg ik commentaar op mijn deep web serie en dat doet pijn. En daarom wordt mijn drankverslaving steeds erger en erger en erger. What the fuck? Oh. Alle mensen die funny jokes maken over mijn deep web serie, fuck jullie! Ga nog een beetje je tijd gaan verspillen om stomme Minecraft survivals te maken op stomme Minecraft servers waar er geen fucking geedit is. Funny jokes. Ik ben Acid, ik maak deep web video's omdat ik het leuk vind, omdat ik weet dat jullie het leuk vinden en omdat ik er op een of andere manier altijd gewoon ook zelf erg veel plezier in heb. Dus dames en heren, vandaag fuck de haters, echt fuck iedereen die fuckt. We gaan een nieuwe deep web video maken vandaag, het wordt super leuk. Ik ga nieuwe dingen doen, hele vette dingen. Vergeet zeker geen duimpje omhoog. Misschien zetten we weer 12.000 likes op deze video, who knows. We zullen het nooit weten, doe gewoon een duimpje omhoog. Dames en heren, let's go. Oh ja, en deze shit is, ik weet niet, het smaakt echt naar de dood. Alsof je, ja, puur is dit echt erg, oké? Okay? Ja. Dames en heren, welkom bij de Deep Web Discoveries. De serie op mijn kanaal waar jullie van houden. De serie op mijn kanaal waar jullie van kwijlen. De serie op mijn kanaal waar jullie elke dag op wachten. Dus het heeft geen reden dat ik jullie nog langer zou laten wachten en meer domme dingen ga zeggen. Dus we beginnen er gewoon direct aan. Let's go! En ik moet Tor updaten, maar dat doen we niet, want ik ben badass. We gaan er gewoon meteen aan beginnen. Ik heb nieuwe linkjes in mijn kladblokje. Het is altijd zo spannend, de eerste link erin zetten en dan oeh baby. Deze noemt jij ponies. Het is de motherfucking Netflix van de shadow web. Van de deep web, dark web, I don't fucking care. Op deze site kan je alle afleveringen kijken van My Little Pony. Gaan even checken. Ja, je kan ze gewoon allemaal downloaden. Het is niks speciaal. Waarschijnlijk is de helft porno en het is gewoon legit. Het is My Little Pony, The Runaway Rainbow. Als jij My Little Pony aflevering wil downloaden, deep web, face to be. Oké, okay, maar staat hier ook iets? Jij, Steven Universe is live, dus we gaan dat ook even checken. Hey, kijk, op de deep web. Iedereen zegt altijd, hey, what the fuck doe je op de deep web? Kinderporno, hè? Viezerik. Je kan ook gewoon normale dingen doen op de deep web. Let's go! Oké, dus we kennen allemaal PayPal wel. In case dat je PayPal niet zou kennen. PayPal is een soort van online creditcard die je dan kan gebruiken. En ja, gewoon zo shit. Deze site kan je PayPal-accounts kopen. En er staat bij hoeveel geld erop staat. What the fuck? Je kan hier gewoon allemaal dingen kopen. En daar staat geld op. Op deze staat er fucking 2000. What the fuck? Wow, yo. En als je grotere accounts wil, dan moet je hem contacteren. Je betaalt er bijna niks voor. Dit is fucking sick. Fucking illegaal. Dit is een site waar je dus gewoon met bitcoins geld kan kopen. Die shit zou werken. Als het legaal zou zijn, dan maak je er dikke winst op. Maar je kan daar zo hard mee gepakt worden. PayPal accounts. Easy money. GG. Oké, het is weer zo'n site waar je op moet inloggen. En I don't fucking care. Ik maak gewoon een leuk accountje op deze site. Ja, het boeit allemaal niks op de deep web. De naam die we deze keer gaan kiezen is... Je mama is hond. Hey, het wachtwoord, ja, gewoon hetzelfde als elke keer, gewoon dit. En jullie weten niet wat het is. Dat is te makkelijk. Dus eigenlijk als je een beetje logisch nadenkt, oké, ja. Je mama is hond. En dan ons super moeilijk wachtwoord. Het is het meest gebruikte wachtwoord ter wereld. Dus, let's go. De meeste deep websites kan je handguns kopen. Gewoon simpele handgeweertjes. Deze website niet. What the fuck? Gouden AK. Black Lemonade. Fucking sniper rifles. Oh yo. P90. Dit is een Belgisch gun, by the way. Oh yo. Die gouden AK is wel nice. Oké, ja. Wow, yo. Yo, die is wel nice. Ik dacht dat je alleen maar simpele handguns kon kopen. Nee, je kan hier gewoon een heel leger samenstellen met normale dingen. Behalve dat de wapens wel fucking duur zijn. Hier staat er bijvoorbeeld 19 en zoveel bitcoins. 1 bitcoin is ongeveer 300 euro. 300 maal 19 is 5700 euro. Is fucking veel. Kan er nog eens keihard gescamd worden. Als je hem krijgt, dan heb je weer een baret. En dan kan je snipen. De assassin community. Dus gewoon, weet ik veel. De huurmoordenaars community. Ik ga gewoon weer een account maken. Let's go. Je papa is hond. We doen gewoon alweer hetzelfde easy wachtwoord. Zegt je, het wachtwoord is echt simpel. Ik weet niet wat we gaan zien op deze website. Hopelijk is het iets nice. Want ik heb mij niet voor niks gesign-upt voor de assassins community. Holy shit. 5000 euro per persoon. Huurmoordenaars. Oké, hij vermoordt iedereen die ouder is dan 16. Hij wil er foto's van nemen. Oké, ja, dit is echt sick. Huurmoordenaars kopen. Ja. En wat zou er gebeuren als we op hire klikken? En deze dude kan mij dus wel vermoorden, want ik ben ouder dan 16 jaar. Holy shit. Subscribe op mijn kanaal. Hallo.
Biatch, I love you. Yay. Let's go. Oké, nee, ik wel. Huurmoordenaars vind ik dat wel een beetje eng. Ze killen ook politiekers. Ze mogen niet in, ja... Dit is enge shit. 3000 euro per persoon. Holy motherfucking macaronis. Hij heeft al meer dan 10 moord... Oh yes, we zijn van deze website. Hé hé. Niet normaal. Stel je voor dat die shit echt is en dat je gewoon op internet iemand kan bestellen om iemand te laten vermoorden. Stel een leerkracht geeft je slechte punten op school. Betaal je even gewoon 3000 euro en die leerkracht zie je nooit meer terug. Holy shit. Ik moet stoppen met reclame maken voor de Deep Web. Geen idee wat dit is. Dit is een hidden service. Deep Web heb je ontelbare hidden services. Dat zijn sites die geen naam hebben aan. Ik weet niet wat deze ding is. Er staan hier gewoon weer linkjes. Ja, dan kan je zo naar de services, andere gaan en soms vind je heel rare dingen op die site. Kijk, er is, I don't know what it is. Ja, er is weer zo'n rare random shit. I don't fucking get this. Ja, rot op. Dit is de Russian Anonymous Marketplace. De hoodie shop. Ik zie geen hoodies. Ik zie hier niks. What the fuck, waar gaat dit over? Ik ga het gewoon proberen. Ik weet niet. En dan, dit wordt de moeilijkste, want ik kan het niet zo goed lezen. Dus we moeten gewoon proberen. En er is geen duidelijk... Oké, let's go. Hopelijk is het gelukt. Nee, ik snap er niks van. Ik weet niet wat er hier staat. Als er iemand Russisch kan, dank u wel. Natuurlijk, zoals in elke Deep Web aflevering, gaan we ook altijd eens op mijn lievelingssite. Evil. Omdat er zoveel mensen zijn dat ik mijn vuurwerk... Mijn vuurwerk, waar ik er nog een beetje van over heb, gekocht heb op de Deep Web. Ga ik eens kijken of je vuurwerk kan kopen op de Deep Web. Dus we gaan gewoon intypen. Fireworks sell out. Ik denk niet dat je hier vuurwerk kan kopen. Denk het niet. Denk dat dit gewoon glitch is. Dit is een kookboek. Voor disasters. Holy shit. Misschien staat er in het kookboek hoe je atoombommen kan maken. Let's go. Het duurt nogal pittig lang om deze dingen te laden. Dus ik... Het is ook pittig veel. Ja, ik ga dit echt niet lezen. Hey, dit is gewoon allemaal tekst. Mensen die dit lezen hebben echt veel te fucking veel tijd. Oké, eindelijk een beetje foto's. Ja, het interesseert me eigenlijk echt niet. Ik denk dat het gewoon een knutselboekje is. Ja, oké. Nevermind, ik heb het gevonden. Oké, hier staat er eens hoe je vuurwerk moet maken. Holy shit. Maar ik denk niet dat dat een goed idee is dat ik dat ga proberen, want... Nee, dat gaat sowieso verkeerd. Dat gaat sowieso verkeerd, sowieso. Ontploft gewoon in je gezicht. Er is hier nog iemand aan het zoeken waar je vuurwerk kan kopen. Jammer, man. Jammer. Dikke kutjoden, ga toch lekker dood. Oké. I am 14 years old. Who wants to fuck me? Ik ben dom. Yes, oké. Ik heb zin om hier nu gewoon een vuurwerkje af te steken in mijn camera. Dat was weer de Deep Web video van deze week. Weet ik veel. Ik ga dit één keer per week uploaden ofzo. Vond je het een vette video? Zeker een duimpje omhoog. Ik vond het weer leuk om te doen. En misschien kunnen wij in de volgende video van Deep... Oh my god, ja. Dit zijn mijn bommetjes. Misschien kunnen we in de volgende Deep Web video eens iets kopen. Maar dan moet ik weer PayPal shit doen en dingen met mijn bankkaart en zo. Want dat kost gewoon veel geld. Dus dames en heren, doe zeker een duimpje omhoog. Meer likes, hoe meer motivatie om verder te doen met Deep Web en zo. Dames en heren, ik ben Ace Sid. En ik zou zeggen, adios bitches!